Jij zin om nog veel te veel geld neer te leggen voor jouw FIFA 16 Ultimate Team Coins? Nee! Ga dan naar fifacoinservice.com, de goedkoopste en meest betrouwbare website van Nederland voor jouw FIFA 16 Coins en gebruik de code HART voor korting. Yo mensen, wat is dat? Morgen wordt Dynasty en ik heb eindelijk denk ik een nieuwe serie waarvan ik denk, hey, dit lijkt op pack perfectie, het heeft de draft erin, het heeft packs erin, dus ik denk dat ik iets goeds heb en ik doe het live, dus hou even je aandacht erbij, want het enige is waar ik jullie echt voor nodig heb, ik heb nog geen titel ervoor. Ik ga jullie het concept zo uitleggen en als je dat gehoord hebt, dan denk je, hey, hier weet ik misschien wel een titel voor. Moet je die even achterlaten in de comments. Als je een goede comment ziet, like die dan vooral. Dan weet ik zeg maar wat een goede suggestie is volgens jullie. En dan kan ik die waarschijnlijk wel gebruiken. Dus ja, zonder al te veel gedoe, ik ga het jullie nu even uitleggen. Oké, we beginnen met de draft. Ik heb namelijk 12.000 FIFA points op dit account staan. Nou, wat ik doe is, ik begin met de draft en die doe ik live. Ik doe gewoon een hele draft in één aflevering. Als ik die draft verlies, dan mag ik dus qua packs openen, dus de reward packs. Plus het aantal packs, zeg maar, voor het aantal potjes dat ik gewonnen heb. Dus bijvoorbeeld, ik ga eruit in de derde ronde, heb ik 2 games gewonnen. Mag ik dus 2 packs daarvoor openen. En daarnaast nog de reward packs. En het aantal packs dat ik krijg voor het aantal likes aan de video. Als bijvoorbeeld 1000 likes 1 pack. Dat denk ik ook altijd met pack perfectie. Het zal niet veel zijn, maar het kan mogelijk een bonus zijn qua packs. Daarmee kan ik dus mogelijk, ik kan fitnesskaarten krijgen, maar ik kan ook gewoon nieuwe spelers krijgen waarmee ik bijvoorbeeld teams kan maken. En dan denk je van, Mark, wat ga je dan doen met die visie? Je gaat toch niet de hele tijd draft doen? Nee, dat klopt, dat is het volgende. Want als ik de draft win, dan mag ik dus die reward packs openen. Dus gewoon dezelfde procedure qua packs als het meer ik hem niet zou winnen. Maar een win in de draft geeft mij een soort token om een divisie of een cup te gaan spelen. Dus dat betekent bijvoorbeeld, ik win de eerste keer de draft, dan kan ik divisie 10 gaan doen. Met bijvoorbeeld een team gebaseerd op wat ik gepackt heb tot dan toe. Zo ga ik dus geen speler kopen, nee niks. Ik ga alles gepackt doen, het is op Xbox One. En dan denk je, Mark, hoe gaat het dan verder? Nou, zoals ik dus zeg, als ik bijvoorbeeld een draft gewonnen heb, dan ga ik dus een divisie doen. Als ik bijvoorbeeld die divisie 10 gedaan heb, dan mag ik weer een draft gaan doen. Als ik daarna die draft weer niet win, moet ik een nieuwe draft doen tot ik hem weer weet te winnen. Dan heb ik weer een token om bijvoorbeeld divisie 9 te gaan doen, of een nieuwe cup die er op dat moment is, die mij wat coins op kan leveren, of een nieuwe pack. Zo ga ik dus door. Het heeft dus een element van pack perfectie in de zin van, ik gebruik alleen packed-only dingen die ik uit de draft kan krijgen. En ik probeer gewoon zeg maar de beste dingen te packen, terwijl ik ook gelijk de draft doe, ik doe het live. En dan vraag je je af, Mark, wat is het doel er nou van? Nou, ik ga proberen en zo laag mogelijk die draft te winnen. En proberen divisie 1 op deze manier te halen. Ik wilde zoiets van, want ik ga nu niet meer Missie Mark doen waarschijnlijk, die stream ik misschien wel. Dus ik moest iets hebben wat en packs heeft, en de draft eigenlijk, en ik moest het live doen, en ik wilde iets met divisie 1 doen. Dus ik dacht dat dit het wel was, dus ik hoop dat dit duidelijk is. Ik denk eigenlijk van niet, maar dit is geloof ik al de derde keer dat ik dit probeer uit te leggen. En waarschijnlijk verneuk ik het elke keer. Maar dat is dus wat ik ga doen. Heel kort samengevat. Ik begin met de draft. Als ik de draft verlies, dan open ik de rewards plus gewonnen games plus zeg maar wat ik krijg qua likes. Bijvoorbeeld 1000 likes is 1 pack. Als ik de draft wel win, dan krijg ik een token voor een divisie of cup. En zo gaat dat door tot ik divisie 1 weet te winnen met packed only dingen dankzij draft en winstpotjes. Dus ja, ik dank jullie voor het kijken. Hopelijk weten jullie je naam hiervoor. Laat dat vooral achter in de comments. Ik ben nog vergeten te zeggen, want jullie vragen je vast af, Mark, wat gebeurt er dan als je bijvoorbeeld een divisie of titel wint? Er is ook een reward dat voor het aantal potjes dat ik in een divisie win, aan het einde van een titel of promotie, mag ik het aantal potjes dat ik gewonnen heb, mag ik daaraan een packs openen. Dus hoef ik niet aan een titelwinst of zo te linken, want dat kan gewoon heel wat zijn. Nee, het is gewoon het aantal potjes dat ik gewonnen heb als ik naar een volgende divisie ga. Dus dat is hetgene wat ik wil gaan doen. Ik hoop dat het goed is. Ik doe het dus live. Ik hoop het dinsdag te starten. Dinsdag of maandag. Ik weet nog niet meer deze video online komt. Maandag ben ik natuurlijk jarig. Voor degenen die dat niet weten. Dus misschien komt deze video maandag wel online. Dat weet ik ook nog niet. Maar ik hoop dat jullie iets weten. Als er nog iets onduidelijk is, dan moet je het me echt even vragen in de comments. Je kunt me natuurlijk ook volgen op Twitter. Ik heb ook een link voor jullie naar Fury 90. Dat is die game die ik speel. Die staat in de beschrijving. Dan kun je die gewoon downloaden. Het komt eraan op iOS. Ze hebben een verzoek gestuurd naar de Apple Store. Dat is iets voor een heel andere video. Dus ik dank je voor het kijken. Ik zie jullie hopelijk later weer. Dus ja, like dit als je genoten inderdaad. Ik hoop dat dit een goede serie wordt. En dan, ja, tot ziens.